Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week doen wij verslag van activiteiten die in onze gemeente worden gehouden. 15 kilometer aan regionale dijken zijn weer veilig en sterk. Op 9 oktober was de feestelijke oplevering van het project Verbetering regionale keringen van waterschap Brabantse Delta. Na ruim anderhalf jaar uitvoering voldoen de dijken in ons gebied weer aan de waterveiligheidsnormen die door de provincie zijn opgesteld. Deze verbeteropgave is de afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven aan ruim 80 stakeholders in de gemeente Steenbergen, Etten-Leur, Moerdijk, Breda en Drimmelen. Wethouder Tim Simons van de gemeente Drimmelen, Anko Sneep die dagelijks bestuurslid is bij de Brabantse Delta en Tobias Renner, de programmamanager van de provincie Noord-Brabant, hebben een plaquet onthuld. Op zondag 13 oktober overhandigde burgemeester Boy Scholtze een bronzen bever aan de heer Ad van Oosterhout uit Wagenberg. De uitreiking vond plaats tijdens de seizoensopening van het programma Spraakvermaak. Ad van Oosterhout is onder andere betrokken geweest bij de start van belangrijke gemeentelijke pijlers, zoals Rondom de Toren en Spraakvermaak. Hij heeft daarnaast nog vele andere dingen voor de gemeente gedaan, die Ad dankt voor zijn bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang geweest. Na een succesvolle pilot organiseert de gemeente Drimmelen vanaf nu twee keer per jaar een fietsprogramma voor inburgeraars. In september ging de eerste officiële serie fietslessen van start. Tijdens drie lesdagen krijgen de deelnemers zowel theorie als praktijklessen en zo kunnen ze op een veilige manier deelnemen aan het Drimmelense verkeer en daarmee ook aan de lokale samenleving. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Vaak hebben ze ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Zelfs 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. En als jongeren met die achterstand van school komen, lopen ze het risico een nieuwe generatie te worden die niet mee kan doen. Want moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar, minder zelfredzaam en sociaal actief en maakt ze minder gezond dan mensen die hier geen moeite mee hebben. Voor meer informatie en om te zien wat jij kunt doen, kun je een kijkje nemen op de website van Lezen en Schrijven. Zaterdag 19 oktober begint de herfstvakantie in Brabant. Een perfect moment om erop uit te trekken en te genieten van het najaar. Of je nu gaat voor een frisse strandwandeling, een gezellig weekendje weg in eigen land, of toch op zoek gaat naar de laatste zonnestralen wat verder van huis, is het belangrijk om voor je vertrek je autobanden te checken. In de herfst verandert het weer snel en regen, bladeren en beginnende vorst kunnen de weg glad maken. Daarna zorgt ook de dalende temperatuur ervoor dat de druk in je banden afneemt. Door je banden te checken voor vertrek zorg je niet alleen voor een veiligere en zuinigere rit, maar draag je ook bij aan een schoner milieu. Met de volgende tips ga je veilig de weg op deze herfst. Controleer de bandenspanning, de profieldiepte van je band. Controleer ook op beschadigingen. Kies voor winterbanden of all-season banden. En zorg natuurlijk ook voor de juiste velgen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Lekker op Weg. In de week van 27 november reikt de gemeente Drimmelen weer een jeugdlintje uit. Er zijn veel jongeren in de gemeente die iets bijzonders doen. De onderscheiding is bedoeld voor jongeren van 6 tot en met 17 jaar die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Een officiële jury beoordeelt wie een lintje ontvangt en daarin zitten burgemeester Boy Scholtze, wethouder jeugd Jurgen Vissers en griffier Femke Ronde namens de gemeenteraad. De jeugdheld krijgt naast het lintje een mooie bijdrage voor zijn hobby en 100 euro voor een goed doel naar keuze. Iedereen kan een jeugdheld aanmelden tot 10 november. Meer informatie, het inschrijfformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de pagina Jeugdlintje van de gemeente Drimmelen. Op 12 oktober was er weer Wagenberg Quiz Zeker. Deze quiz bestond uit veel vragen zoals kennisvragen en opdrachten die uitgevoerd moesten worden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een appeltaart of een filmpje maken als Joost Klein met Europapa of als familie Vlodder.
Ook bestond de quiz uit verkeersvragen om te kijken of je de verkeersregels nog kent en een taaltoets Frans-Nederlands. Voordat de quiz om 5 uur 's middags begon, deed burgemeester Boy Schotse een poging om het evenement af te trappen. Maar hij werd ontvoerd door een paar gemaskerde mannen die hem snel in de auto duwden en wegchaseden. In het Engelse Brighton. Nee jongens, noteer het kenteken! Het kenteken, jongens, wat erg! De burgemeester is ontvoerd! Alleen bleek de burgemeester ook in het complot te zitten. Hij moest gevonden worden door teams, wat ze helaas niet allemaal lukte. Maar een geweldige quizavond volgde vol verrassingen, gezelligheid, saamhorigheid en vooral veel plezier. Om 22:00 leverde iedereen zijn opdrachten in. De winnaar zal op 9 november bekend worden gemaakt. Als Omroep Drimmelen brengen we elke week een aantal onderwerpen wat langer in beeld. We starten de uitzending deze week met een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen op het muzikale spektakel De Maestro van de Mai, waarin bekende Maaienaren strijden om de beste dirigent te worden. De opbrengst gaat naar een lokaal goed doel. Deze week geven we ook speciale aandacht aan het thema valpreventie. In de rubriek Gezond en Wel gaat Lilian Lambrechts op bezoek bij de fysiotherapeuten Eline Hinten en Michel Hofkens, die ons meer vertellen over valpreventie en het belang daarvan. Daarna kunt u kijken naar de officiële kick-off van de ketenaanpak valpreventie gemeente Drimmelen. Wethouder Jurgen Vissers deed de aftrap en onthulde het logo. Dit project van de gemeente Drimmelen heeft als doel om valincidenten te verminderen en de gevolgen van vallen te verkleinen. Ook ziet u in onze uitzending een verslag van de netwerkbijeenkomst SWO. Wilt u dat we als Omroep Drimmelen verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Laat het ons weten via mail aan publicatie@omroepdrimmelen.nl. U kunt onze uitgezonden items ook terugkijken op de social media van Omroep Drimmelen. En graag zien we u volgende week weer terug. Tot dan!